We hebben vanmorgen hier gevierd de Sint Rosa processie in Sittard. En dat is de jaarlijkse viering van de Heilige Roos op de laatste zondag van augustus. En dan komen de mensen van Sittard in dankbaarheid bij elkaar. Want die Sint Rosa is voor hun een aparte heilige. Dat is hun heilige. Er zijn eigenlijk twee hoogtepunten in de processie. Twee waar het om gaat. De processie wordt geopend door het kruis. En dan op het einde van de processie is het woord van Jezus en het brood van Jezus. En daartussenin lopen de mensen, de groepen. De schutterij, dat is een verdedigingscompagnie. Die verteidigde de stad. En normaal gebruikelijk is dat altijd de schutterij voorop gaat. Die maakt als het ware de weg vrij. Die beschut en beschermt, opdat ons Heer met het kruis beschut en beschermd gedragen kan worden in onze wegen. Dus daarom gaat de schutterij voorop. Als een eerbetoon. Wij maken de weg vrij voor onze Heer. Dan hebben we nog broedermeesters die zorgen dat er voorgebeden wordt. Opdat en ieder goed mee kan horen wat er gebeurt. En dan heb je een zangverein, twee koren. En dan heb je de mensen die de processie regelen, de regelaars. Dus we hebben allerlei groepen die dit allemaal mee verzorgen en meedoen. Kruis, mensen, gelovigen, en dan woord van Jezus. Dan draagt men heel mooi dat boek, dat draagt een diaken. Dat is heilig woord Jezus, die draagt dat zo voor zich. En daarachter, onder een tentdoek, onder een draagbare tent, wordt als beschutting, wordt in een monstrans iets wat je plechtig kunt dragen. En daar zit een ronde opening in, en in die opening van glas, daarin wordt de Heilige Communie gedaan. En dat wordt zo getoond aan de gelovigen. Dit is het lichaam van Christus. We komen dan boven de kapel aan. En dan is er nog een paar voorbeden. En dan gaan we weer terug. Dus daar wordt de zegen gegeven door de bisschop. Daar hebben de mensen als het ware hun opgang naar boven gedaan. Ze hebben de Heer gebracht op het hoogste punt van de berg. Daar is het de Heer die over de mensen neerkijkt en de mensen zegent. En dan gaan we weer met hem terug. De zuidelijke taal van Nederlanden, van die Nederlanden, is katholisch. En dan van Den Bosch, Nijmegen, die lijn daar, daarover is allemaal protestants. En daarom hebben we weer in de gezet, van nationaal gezet, steed in, waarin men zaagt. Die van die zuidelijke provincie, die hebben dat recht, processionen te houden. Waar die zuidelijke immer katholisch waren. We waren immer katholisch. We hebben die gewoonheid dat ze doen. Zo te beten, zo te tonen. Niet zo demonstreren, nee. Zo zien lassen. Hier is dein God. Hier is dein Hirte. Hier is daar, der ons leven is. Hè? Zo dragen we hem in die processionen.